opmaken. Nee, ik heb geen uitvoer. Ik kan pas met stroom dat ik daar een kistje zet. Ik kan het kistje wel alvast neerzetten trouwens. Zo. Ook hebben we dan gewoon een grijpertje zetten die dat kistje vult. Echt. Uit een bepaalde hoeveelheid op voorraad leggen. Moeten we daar straks trouwens doen? Voelen op voorraad hebben liggen. Wacht, dat gaat zo'n. Snelste. Altijd kistje waar kolen in zit. Voor het geval dat kolen om wat voor reden dan ook uitvalt om zaken op te starten. Zeker als we dadelijk impowered zijn. Het gaat echt gebeuren dat de stroom uitvalt. Dat ik het dan op kan starten. Achterstand is ook zo goed weggewerkt, zo te zien. Heb ik straks natuurlijk wel veel meer kolen op voorraad liggen voor koper, want dat is dat hele stuk wat hier kan liggen ten opzichte van dat beetje ijzer. Dat is wel een dingetje. Koperproductie is nooit super. Nee. Het veld zal goed vol liggen, waardoor de rest naar het ijzer gaat. Dat ze beter om kunnen draaien. Eerst de koper kunnen doen en dan de ijzer. Maar kunnen we straks altijd erom. Nou, die mijn ligt in ieder geval vol met kolen, of bijna. Dubbelbelt gaat. Dan begint hij ook langzaam vol te lopen. Dus dat is goed. En dan denk ik mijn neerschaaf. Eigenlijk. Waar we dadelijk toch electric mines krijgen. Gewoon kijken om vast een bom te maken. Laat ik beginnen met bom te leggen. Toch niet. Even kijken. Ja, die moet zo connected worden. Maar kan ik dan beter doen? Kijken.
Er wat ruimte overhouden, dat er wat pijpen altijd uit kunnen. Zo ervoor. Op kon klikken voor. Kunnen we hier zo. En dan dadelijk ook. Die splitsing had ik hier nog niet gemaakt, hè? Als we dat meteen doen. Gaat in ieder geval de eerste afslag richting grond. Dat is sowieso het belangrijkste. En als stroom uitvalt, dan rest ook niks meer. Op. Zo, produceren we in ieder geval vast stroom. Doen er alleen nog niks mee. En we produceren. Meteen eentje. Maximum consumption 1,8 megawatt.
Zo. Dan moeten we. Nee, wil ik niet. Dan moeten we eerst researchers circle. Wil ik even kijken wat de wijsheid is. In ieder geval een aantal krachten. Daar. Eerste. Elektrische grijpertjes neerzetten. Oh. Ja, houd dat bij. Houd dat bij. Houd dat bij. Een badge maken. Hier alvast ook die grijpertjes neer gaan zetten. Zo, kistje in. Niet klopt. Zo, dan spaghetti. Zo.
Nu zal het wel even duren voordat het grijpertje helemaal bij is, aangezien we het nogal rap produceren op dit moment natuurlijk. Dus nou wordt hem. Ik wacht even met het upgraden van staan. Redelijk langzaam. Laat hem dat maar gewoon doen. Zo. Nou, hier hebben we ook behoorlijk wat kolen op voorraad. Hoe zit het met stroomverbruik? Oh, kijk, dat is ook vernieuwd. Zie, max 2,8 megawatt. Kijk, dat is fijn dat we dat ook kunnen. Gebruiken maar een paar kilowatt. Mooi. Gaat dat straks hartstikke veranderen als we helemaal research en zo beginnen daar niet van en productie, dan is 3,8 megawatt helemaal niks. Dat is zo flop weg. Denken. Ik klik erop. Maar dat is gewoon zo op boek. En ik hou de bloed me kwijt. In dit boek voor toestemming. Volgens mij ben ik al mijn oude blueprint kwijt. Lijkt wel. Ah nee, blueprint library. Haha. Boek, ga weg. Batterie maken, belt forge, hoe zorgen science.
Kijk die mooi in. Het gaat lukken om dat hier allemaal te krijgen. Laten we dat even vooropstellen. Doe maar een beetje hier aan de zijkant van het water plaatsen. Zo, dan kunnen we natuurlijk gewoon vooraan beginnen. We kunnen beginnen met de ouderwetse, maar... Dat zijn allemaal kleine pols. En ik met die bovenste rij om de daar 4 te zetten. Dus als we eenmaal Roboports hebben, dat die dan gaat bouwen, dat zal me dan een rotzorg zijn. Zal ik maar zeggen. Balanceren, zoals we dat zeggen. Port straks uitzoeken. Niet nodig, want we hebben dadelijk toch alleen maar rode research. Even kijken. Ja, we moeten met hem eigenlijk wel beginnen. Maar volgens mij moeten we haar ook zelf craften, als ik me goed herinner. We nog geen combiner hebben. Dus dat was het researchje. Laat leven of 12. Nog een half uurtje of zo en dan gaan we morgenochtend weer verder.
Electronics. Voor groen nodig. En we hebben 75 rood nodig om groen te maken. Dat snap ik. Hoe kon ik toch zien? Wat ik voor groen nodig had, zo gezegd. Gaat dat nou niet meer? Nou ja, dan die erin zetten. Toch een passief, dus we kunnen in ieder geval even met rood aan de slag. En dan dadelijk zo snel mogelijk doen. Als goed is, kunnen we nu assembling machines maken. Laten we daar vast met één beginnen. Want wat hebben we voor rood nodig? IJzer en koper, zo te zien. Het straks aanpassen. Had ik eerder over na moeten denken. Kan ik het ook wel handmatig natuurlijk doen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van de game. Daar is neer. Kunnen we dat openen? Even kijken. Wat is dit? Zelfs kiers gemaakt. Het wel allemaal blauw. Voer, dus daar zijn we voorlopig nog niet. En dat boek kan wel even blijven staan, ik kan altijd spieken. Later heen, als we inderdaad de grote voor hebben. Robotports en zo. En zo'n dingen machine voldoende is eigenlijk. Het is gewoon blauw creëren en dan moeten we zelf aanvoeren. Ach toch. Ja, ik zie daar testen tussen staan. Ja, ze zijn dat. Just left click to force build. Click to open. Oh wacht. Constant combiner. Output constant circuit network signals. Dat zal vast een reden hebben dat we dat erin hebben zitten. Waarschijnlijk op een controlebord om te zien of het nog allemaal produceert. Gok ik. Ja, dat zou op zich wel heel makkelijk zijn bij deze. Dat goed zie. Dan hoeven we alleen maar ijzer aan te voeren en koper. Koper met een tandwiel, toch? Ja. Op die manier. Is dat op zich wel een interessante blueprint.
Even kijken, dan gaat uit de bovenkant gaat ijzer erin. Produceren ze tandwielen. En die worden links op de belt gegooid, dus boven is allebei aanvoer, zowel van ijzer als van koper. En dan links gaat rood eruit. Dat zo goed zie. Echt niet zien als we dat hier ergens zouden plaatsen. Maar hier hebben we dus ook een doorvoer van ijzer. Hij pakt ijzer eraf voor de aanvoer, maar het loopt ook door. Hetzelfde met koper. Weer eigenlijk ergens tussen plaatsen als dat zo zie. Zo, hier in de buurt zitten voorlopig. Aan de kant, we hebben het ook weer snel genoeg afgebroken. We dat dan hier neerzetten. Dan kunnen we lekker kort. Bouwen. Dit is dan ijzer in, zo gezegd. Zo, verder hoeft even niet. Oh, maar anders gaat dat fout. Gaat die... Zo. Helemaal neerleggen. Ik heb alleen grijpers niet. Oude grijpers, dat zijn gewoon speed upgrades. Probleem is alleen. Goeie grijper. Laat een belt over. Oh wacht, groot kan ik wel. Oh, laten we die een paar krachten dan alvast. Is er geen probleem. Uitvoer daar naartoe. Daarin, jij mag dat daar uit. Jij. Zo. Want verder dan even voorlopig niet. Zo moet ik wel volledig aanleggen. Weet ik niet. Het zal zijn als we natuurlijk meerdere dingen krijgen. Meer rood voor die chainen. Dat is het idee erachter. Modulair, dat je ze gewoon toek 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 naast elkaar kunt plaatsen. De onderste belt komt dan rood vanuit de vorige, zo gezegd. Dus dan is dat zo, technisch gezien, als we daar neerzetten. Dan ook
af te zoeken. Zeggen we, oh, heeft hij al gepakt? Het is helemaal perfect. Toch allemaal afgebroken worden, maar nu heb ik in ieder geval. Hier staat stroom. Daar staat. Maar dan zit dingen nog zonder. Daar ook. Oh, wacht, hier tussenin. Kijpers, dus dat is allemaal niet van passing. Die geen resources heeft, ga ik even uit dat uitroepteken. Heb ik alleen een dilemma. Was makkelijker met inventory. Oké. Okay. Eigenlijk gewoon. Als we alle vier maken, dat zal ook eigenlijk rood zijn. Duurt wel even, want hij moet eerst dingen craften. Even gepakt. Nou, we dadelijk in ieder geval al aan begin. Wel de koper als de dingen zo gezegd connecten. Zouden we technisch gezien in ieder geval alvast een rode research moeten. Het straks ook wel veranderen, maar voor nu is dat goed genoeg, want dan kunnen we nog makkelijk een aantal ovens bijzetten. Nou, dit kunnen we niks van, we zijn naar de tandwielen kraften. Oké. Zeker dingen doen. Oh, niet verkeerd gemikt, Roy. Helemaal niet verkeerd gemikt.
Hoppakee. Nou. Als het goed is. Eerst stand wil ik al leggen, zo te zien. Daar komt koper aan. En toen kwam tot de conclusie dat er wat mis ging. Hier Tom. Zo staan. Je moet invoeren en jij voert uit naar die belt. Hou eens snel. Pakt deze. Yay! De eerste rode is gemaakt. Hebben we nog een paar rode, dus dan gaan we daar mooi gebruik van maken. Zo. In de rij. Dingen vast neerzetten. In 2. Hier is nog krachten. Want Village wordt ontzettend hard gekraft altijd, dat weet ik. Hey, Alje Jonga. Hoe is dat? Kijk, in ieder geval een begin. Ben ik best tevreden over vanavond. Kan ik dit straks saven en dan op de server gaan? Ja, goed uit, druk geweest in 7 days vandaag. Hier? Ja, ook goed. Ik was aan het denken nu met die avonddiensten sowieso deze week en misschien volgende week van wat is een game wat ik 's ochtends kan spelen en 's avonds eigenlijk verder kan gaan en eventueel als het mogelijk een beetje rustig is tijdens mijn werk ook spelen. Ik wacht even, Factorio heeft de release gehad. Laat ik gewoon die weer eens opstarten. Van Marvel die dingen duurt toch veel te lang. Ik heb maar een paar potjes gedaan steeds. Matchmaking. Ik denk en dit is gewoon ideaal. Ja, daarom kun je lekker op het gemak. De server pauzeert toch als er niemand op is. Plus ik sta peaceful, dus zolang ik in buiters aanval vallen ze mij ook niet aan, dus kan ik op mijn gemak, zo gezegd, de basis bouwen. Ook allemaal aangepast. Ik heb nog geen 400 kilowatt. Iets over de 4. Nee, net geen 400. Ik heb in ieder geval nog wat reserve. Even kijken. Laten we meteen even die ook researchen.
Dus we zijn net begonnen met een small start. Dan begin je met wat splitters en wat bells en zo. Wat mijnen, dat je dat niet handmatig hoeft te doen in het begin. Dat dan weer wel. Dus nou mijn brein ook actief door hem af en toe te moeten laten denken. Is ook bijna wel goed. Ik heb een paar dagen op de 7 Days private server van Sovjet Wobble en Glenn gespeeld. Oh, en? Is het wat? Zullen er wel met een stuk meer zijn. Ja. Dat is inderdaad anders, laten we het zo zeggen. Wanneer zaten? Anders is straks aan. Waarom weet ik dit niet? Oh, dat was is dan een makkelijk buurtje voor je. Oh, daar hebben we groen voor nodig. We hebben alleen rood. Nou, laten we die maar even doen. In ieder geval gewoon eens even flink te gooien. Search dat erin jagen. Yep, en ik zit overdag eigenlijk altijd bij een van die 6F. Die sluit normaal gesproken mooi aan op jouw stream. Hij stopt, begin jij ongeveer. Nou ja, dat is inderdaad ideaal. Dat is alleen, ja, nu helaas niet. Deze week. Ja, eerst even die doen. Dan zien we splitters en zo al hebben. Dat maakt het inderdaad verschil. Meteen die splitters in het begin had en die dingen onder elkaar door. Komt al dat het tussen haakjes makkelijk voor elkaar had om dit voor elkaar te krijgen, maar nou weet ik het. Weer langzaam stil te vallen, dat is goed. Koper ook, dat is ook goed. Kijken dat één zo'n die gewoon voldoende kan produceren voor 10 van die dingen. Oh. Is dit de factuur server of gewoon singleplayer? Op het moment is het nog singleplayer. Omdat ik toch alleen aan het spelen was en niemand in de stream zat. Dit doe ik dadelijk 7 en dan op de server zetten. Dus je kunt geen nieuw game op de server starten, zeg maar. Zo werkt die software helaas niet. Je moet een singleplayer save, zogezegd, starten. En die save game doe je dan eigenlijk importeren.
Het leven eigenlijk. Het is alweer middernacht. Dan ga ik er zo mee stoppen. Althans met de stream. Ik ga save game uploaden en zo. Om morgen vroeg is het weer vroeg dag. Kijk, we hadden elektronics gedaan, hè? Daar zitten die mijnen. Een logistic tree network bestaat ook al. Engine. Serial processing. Oh ja, warehouses hebben we ook. Ik zat een tijdje terug bij Sovjet. Die speelt dit ook regelmatig. Die had van die nanobots. Die, zoals we hadden, is dat research of is de mod? Nee, dat is gewoon een research. Standaard. je hebt twee soorten. Nu is er wel wat nieuws, dit zat er vroeger ook niet in. Spytron, en wel een mount. Je hebt deze, die Robopoort. Die kun je plaatsen en die hebben een bepaalde range. Dat is voor de basis, maar je hebt ook, zoals je ziet wat ik nou geselecteerd heb, is een personal Robopoort. Die kun je dan in je exosuit duwen. Als je voldoende stroom hebt, dan kun je daar wat building droids en zo in doen die bouwen. Zo doen Chris en ik altijd bouwen, maar dat is nog een stuk verder in de game. Je hebt dan, kijk, groen en rood, dus dat valt mee. En dan krijg je hier blauwe research. Dus als je blauw hebt, dat is olie geloof ik, dat je dan al mee bezig bent. Een goede renner. Ja, zilver, plastics en rode chips. Kom je bij blauw uit. Oh, lubricant. Oh, dat is net voor. Die. Nee, begin van de olie. Oil processing. Dus dat is ja, mid-game eigenlijk. Maar zo deed Chris en ik altijd bouwen. Ik heb hier bijvoorbeeld nog blueprints van mezelf. Als ik dan zoiets bijvoorbeeld, dan plant er gewoon de blueprint neer en de robotport in en alles bouwen. Ja, het valt eigenlijk wel mee. Het is een beetje mid-game. Dus daar zit je vrij vlug op. Zo, dat moet ik er wel bij zeggen. Hier plastic. Ja, het is net naar de olie. Het valt op zich wel mee. Kolen. Ja, het begin moet je echt alles zelf doen en dan uiteindelijk kun je dat ding plaatsen, zo gezegd. En dan bouwt die voor je. Nu houdt dat hier bij Factorio iets meer in. Maar ja, daar komt eigenlijk kort door de bocht gezegd wel op neer. Het mooie van die robotports is. Nou, dan is het niet zozeer het circuit network, maar dat logistics network wat dan beschikbaar komt. Even kijken of ik zo zie. Je hebt combat robots, je hebt build robots en oh ja, construction robots heb je. Even kijken. Combat follower. Construction worker. Ah ja. Increase the number of items that logistic and construction robots can carry at once.
Je hebt construction, je hebt logistic en je hebt combat. En dan, ja, combat spreekt voor zich, die vechten met je mee. Logistics, die doen bijvoorbeeld als je zo'n speciaal kistje neerzet en je vult dat met oor, dan pakken ze dat eruit, brengen ze het heen waar je wil. Of dan kun je die andere kistjes neerzetten die ISOs opvragen en dan gaan ze dat van andere punten afhalen en daar naartoe brengen. En dan construction, dat zijn robotjes die vliegen rond om dingen te bouwen. Ja, wat het probleem is, het is niet dat de game te veel wordt. Het is alleen omdat ik het al zo vaak gespeeld heb. Ik heb er dik 300 uur in zitten. Ben ik in mijn hoofd met meerdere projecten al tegelijk bezig. Zo van, oh, hier wil ik heen, dus dan moet ik dit, dit, dit en dit doen. Als ik dan dit en dit eerst doe, dan kan ik daarna dit en dit doen. Ik ben in mijn hoofd al vooruit aan het plannen. En dat is iets wat je door ervaring krijgt. Dat heb ik op het moment ook niet. Ik sta nou ook maar een beetje stil, niet heel veel te doen. Omdat het gewoon weer te lang geleden is. Ja, bij Satisfactory is dat inderdaad een stuk meer. Hier heb je een top-down, je kunt heel ver uitzoomen, zodat je zegt, oh, wacht, zo heb ik dat lopen. Oké, okay. Vanuit daar kan ik dan weer verder. Heb je bij Satisfactory vanwege dat hele 3D-gedeelte helemaal niet. Dat is echt, dan moet je eigenlijk met je kop bij zijn en gewoon één project aanpassen. Moet je gewoon, aanpakken, moet je gewoon met elkaar afspreken. Oké, okay. Jij doet stroom, have fun, wat je doet, moet je zelf weten, jouw pakje aan. En als ik dan zie van, oh, kom stroomtekort, dan is van, hey, kom stroomtekort. En dan moet die persoon dat maar weer gaan fixen, zo gezegd. dat is denk ik de manier om Satisfactory te doen. Dat één iemand de taken uitdeelt, zo gezegd. En dat andere personen daarop focussen. Als ze dan niks te doen hebben, kunnen ze natuurlijk wat anders erbij doen. Maar ja, Satisfactory is een stuk lastiger met dat 3D. Dat ben ik met je eens. Oh, natuurlijk doe jij niks, want jij mist een grijper. Small electric pole, waarom staat daar een small electric pole? Paaltje verkeerd gezet gehad. Kijk, en daarvoor heb ik een aantal mods. Kun je in ieder geval zien waarom iets of alles werkt. Waarom geef jij geen icoontje? Die geven allemaal netjes pauze, maar jij niet. Je hebt sowieso geen icoontje. En brok de mod. Plus bij mij komt heel veel boven als ik zo'n blueprint plaats. Ik kan naar zo'n blueprint kijken, net zoals deze die ik hier geplaatst heb. Dat is van, even kijken, wat gebeurt hier? Nou ja, rood wordt hier geproduceerd, dat zie ik. Dat gaat daar en dat gaat daarin. Dus dat is de output. Dat is de input. Wat maken we hier? Hier maken we tandwieletjes. Dat betekent dat op deze belt ijzer moet komen, want anders kan ik geen tandwieletjes maken. Nou, wat heeft rood nog meer nodig? Toevallig weet ik dat. Dat koper is, dus dat betekent automatisch dat deze aanvoerlijn in dit geval koper moet zijn.